de laatste haren weg. Hoe vind je hem zo? Weet je zeker dat je hem goed vindt? Ja, zeker weten. Dit is wat ik wil. Absoluut. Hey. Is dat Sinterklaas? Telefoon! Herstudio Belleke Pelli, spreek met Jennifer, met wie spreek ik? Hallo? Hallo? Mag ik even? Rustig, mag ik even? Hallo? Vertel nou eens rustig wie jullie zijn. Ik ben Hoofdpiet, Plempiet, Verre Verte Piet, Elvis Piet. Oké, wat willen jullie? Ja, Sinterklaas die is hier, maar die zit midden in zijn krulspelden. Ja, hij kan toch... Nee, hij kan echt niet weg. Hoezo kan hij komen? Nee, gaat echt niet. Wat? De intocht kan niet doorgaan? Ja, dit moeten jullie met Sinterklaas bespreken. Ik ga nu naar Sinterklaas. Sinterklaas? Sinterklaas? Sinterklaas, er is een noodgeval. De Pieten hebben u nodig. Oh, we zijn al klaar. Dat gaat snel. Nee, we zijn nog niet klaar, maar ik heb de Pieten aan de telefoon en er is een noodgeval. Ze zeggen dat de intocht in Houten niet doorgaat. De intocht kan niet doorgaan? Dat is vreemd. Je hebt zeker weer de Plentpiet aan de lijn. Die maakt van de kleinste dingen nog een groot probleem. Ja, en Hoofdpiet en Elvispiet en Verre Verte Piet. Weet je wat? Geef mij die telefoon maar. Zo, want ze maken zich overal zorgen over. Hallo jongens, hier Sinterklaas. Pieter, rustig aan. Wat is er aan de hand? Ja, dat klopt. Nee, geen boot. Nee, we gaan gewoon met de bus. Nee, we gaan gewoon uit rond en de Castellum, het oude dorp. Ja, zie je wel, het zei toch. Er is helemaal geen reden tot paniek. Ja, nou, dat zal ik allemaal doen. Ik moet alleen nog even kijken hoe. Dus de intocht gaat gewoon door. Wat een goed nieuws. Maar waarom kijkt u dan zo bedenkelijk? Ja, dit jaar gaat de intocht in Houten gewoon weer door hoor. Alleen zijn er een paar kleine aanpassingen. En nu is de vraag, hoe laten we dat nu de kinderen van Houten weten? Ja, dat is inderdaad wel een goede vraag, ja. Misschien kunnen wij u helpen, Sinterklaas. Als u nou in de camera uw verhaal vertelt, dan kunnen wij zorgen dat alle kinderen van Houten de film te zien krijgen. Wat een geweldig idee zeg. Dus ik hoef alleen maar naar die camera te kijken en ergens naar het vogeltje. Hier. Oh ja. Ja, nou dan gaat het helemaal goed komen. Wat een prachtig idee zeg. Daar gaat ie hoor. Lieve kinderen van Houten. En natuurlijk ook papa's en mama's en opa's en oma's. Vorig jaar kon het helaas niet doorgaan, de intocht in Houten. Maar dit jaar gaat het wel door. Dit jaar is de intocht van Houten een doorstroomevenement. Net als de rivier. Die stroomt altijd door en stopt nooit. Jullie kunnen gewoon langs de kant komen staan en gewoon lekker naar Sinterklaas zwaaien. Je kan liedjes zingen. En wat ook belangrijk is, de Pieten hebben pepernoten meegenomen. En jullie mogen alle cadeautjes die jullie hebben gemaakt voor mij, tekeningen, schilderijtjes, plakwerkjes, rijgplakmaakwerkjes, scheurwerkjes, alle werkjes mag je gewoon aan de Pieten geven. Dan komt het hartstikke goed voor elkaar. We hebben dit jaar alleen wel een heel klein probleempje. Pakjesboot 63 heeft namelijk een kapotte motor. En daarom komen we dit jaar niet met de boot aan in Houten. Maar de cadeautjes komen gewoon naar Houten. Dat hebben we allemaal perfect geregeld. Dus als je je schoen wil zetten, kan je gewoon je schoen zetten. Maar papa's denkt erom. Sinterklaas weet precies welke maat van een papa is en van een kindje, dus alleen de kinderen mogen hem zetten. Ik zou het geweldig leuk vinden als jullie naar ons kwamen kijken. En het wordt het één groot feest namelijk. Hè? En weet je hoe laat dat dan moet zijn? We zijn van 12 tot 1 uur op het rond. En van 2:30 tot 2:30 op Castellum. En van 3:15 tot 4:15 in het oude dorp.
En heb je ons een keer dan gemist? Niet huilen, niks, geen paniek raken. Gewoon even wachten, want we lopen continu in een rondje. Gewoon, het is gewoon een optocht. Dus ik zou zeggen, kom lekker langs, dan komt het allemaal heel erg goed. Zo, aan alles komt bijna een eind. Ik kan in ieder geval wel besluiten om te zeggen dat zowel Sinterklaas als de Pieten enorm uitkijken naar de intocht. We hebben er echt ontzettend veel zin in. Maar ja, dan moet eerst mijn baard nog even in de krul gezet worden natuurlijk. Hè. Maar in ieder geval, we zien jullie heel erg graag terug op 20 november in Houten. Nou, zo. Heb we gaan dat, eens even verder, hè, Sint. Ja, is goed, hoor. Hartstikke goed doorgegeven, hoor. Oh, mijzelf. Bent u zelf. Jongens, schrik ervan, hè. Nou, maak het maar eens even af, hoor. Gaan we regelen. Ja. Nou, zit er mooi in, hè? Ja. En Marjolein, je doet dit reuze fijn. Ik ben er helemaal klaar voor, joh. Snap ik. Dit wordt hem, hoor. Heb je je schoen al gezet? Nou, ik mag hem nog niet zetten. Heel goed, dan mag hem. Je krijgt er ook niks in. Oh. Nee, dat gaat niks. Oh, je trekt aan mijn baard, dat doet zeer. Beetje voorzichtig. Gaat het? Gaat het zo? Ja, ik ben op leeftijd, hè. Ja. Dus dat, alles is gevoelig bij mij. Erg gevoelig type, trouwens. Ik ben heel blij dat ik weer in Houten mag komen, hoor. Snap ik. Ja. Het is ook altijd een leuke plek, toch? Ja, wat denk je? Zit het goed, die krul erin? Ja, ik moet eens kijken hoe dat zit, hè. Ja. Volgens mij komt dit wel goed. Ja, maar weet je, stel voor dat ik nou stijl haar had of gewoon stekels. Ja, daar hadden we niet zo'n mooie slag in kunnen maken dan, hoor. Nee, bij stekels kun je geen slag in haar krijgen. Nee, dat is te kort. Dat nee, dan moet je een pruik opzetten. Nou, daar heb ik niks mee. Nee. Nee, ik ben er best wel trots op. Snap. En we snor ook, hè. Moet je eens kijken hoe je die krul erin, hè. Ja, zie je dat? Het is prachtig. Je wil mee. Prachtig. Oh, dat snorrenvet, hè, dat is ook een dingetje, hoor. Zo, dat gaat lekker, hè. Zou je denken dat het goed is voor auto's? Ik denk het wel. Ik denk dat op deze manier iedereen eventjes langs kan komen. Ja. Overal kunnen ze een keertje komen kijken. Ja. Het is een doorstroomevenement. Dat is nieuw, hè? Ja, het werkt wel. Het is net als de rivier. Het stopt nooit. Het gaat gewoon door. Zo is dat. Nou, ik stel voor dat Wou je mijn wimpers nog knippen of niet? De wimpers nog knippen? Nee. Moet je kijken hoe dat zit, hè? Mooi, hè? Ik denk dat het wel voldoende is zo. Ja. Weet je wat we nog wel eventjes gaan doen, Sinterklaas? Nee. We gaan nog eventjes de piek op de kerstboom zetten. Let u op? Ja. Waar staat de kerstboom dan? Nou, let op. Daar komt de piek aan, hè? Oh, kijk nou zeg. Ik voel me weer helemaal compleet. Nou, dankjewel, Marjolein. Heel graag gedaan. Reuze fijn. Hele fijne dag, hè? Dag, hoor.